als ik heel eerlijk ben, dit komt niet wat ik echt nog nooit ergens heb verteld. Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag hebben we weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer is het weer een aflevering van Hoe is het om? En dit keer, hoe is het om pranker slash rapper te zijn? Daar kom ik zo op terug en... Zoals je hoort ben ik verkouden, echt al voor de derde keer in een korte tijd. Echt, het zuigt zwaar, maar het is helaas niet anders. Ik ga gewoon strijden, want ik ga vandaag naar Almere. Ik ga vandaag naar Armo Was Right To, a.k.a. Robin. En nu zal je vast wel denken, oeh, Don, begeef je niet op glad ijs. En dat is omdat Armo heel veel positiviteit over zich heen krijgt, maar ook heel veel negativiteit. Maar ik heb daar scheid aan, want ik wil altijd eerst mensen zelf ontmoeten en dan pas oordelen. En dit is niet haat naar iemand anders of zo, maar I don't know. Ik denk altijd van, yo, eerst mensen leren kennen en dan pas oordelen. Want iedereen heeft zijn redenen voor wat hij doet, toch? Armo die belde me net nog op van, yo Don, kom je nog? Ik zeg, natuurlijk kom ik nog. Hij is samen met zijn vriend Jackie. Ik heb heel veel vragen klaarstaan in mijn mobiel. Ik ben goed voorbereid. En ik heb er gewoon zin in. Ik ga zo meteen de trein pakken dan naar Almere. We gaan gewoon strijden vandaag. Fuck de virussen die in mijn gekke neus zitten. Ik heb ook serieus echt meer dan 12 uur geslapen vannacht. En alsnog ben ik helemaal kapot. Maar nogmaals, we hebben scheid en we gaan gewoon Armo zien. In 1, 2, 3. Kijk eens aan. Hey, ik ben met je bal Armo, ja, ik met Jackie. Ik ben gedwongen nu om in je les te kijken, normaal kijk ik altijd daar, maar ja, ik zie allemaal wolle dingen ervoor, dus ja, helaas. Ja, ik heb van die geluidsdempers voor de wind, dus precies, dan kan je ook niet echt naar jezelf kijken, je ziet alleen de bovenkant. Heb je al verteld wat we gaan doen? Of heb je ja, ik heb eigenlijk al een beetje verteld wat we gaan doen, maar gedeeltelijk blijft het ook wel een verrassing. Wat dacht je eigenlijk toen ik vroeg van om met jou iets te doen? Want natuurlijk, ja, niet lullig bedoeld, maar je hebt heel positief tijd, maar ook veel negativiteit. Ja, zeker. Nou, ik heb wel... Kijk, in het begin, zeg maar, toen ik net opkwam, hè. Ja. En, je hoort het, man. Gelijk fans. Nou, niet meteen toen ik net opkwam, zeg maar, daarna, na YouTube, zeg maar. Ja. Toen kreeg ik ook heel veel aanvragen. Ik heb ook bijvoorbeeld met Dylan Hagus zit ik in een video van hem. Ja. Ik heb nog veel meer aanvragen gehad. Alleen, op heel veel ben ik niet ingegaan, omdat heel veel gewoon gerelateerd werden op mijn hype. Ja, ja. Ze zouden gewoon met mij zijn voor views. Maar als er bijvoorbeeld zoiets als wat jij nu doet, dat mensen willen dat wel zien. Ja, klopt. Weet je, ja. Dus mensen gaan dat wel checken, ondanks dat die hype wel een beetje weg is. Dus ik heb wel heel veel YouTubers gehad die met me wouden filmen, maar ik heb heel veel afgeslagen omdat ik het gewoon niet wou. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat, ik wil niet lullig zijn natuurlijk, ja, maar nee, voor mij is het misschien ook al risky om... Dit te posten. Ja, om dit te posten. Ja, maar mensen gaan misschien een beetje raar reageren of misschien een beetje... Maar ja, dan moet je gewoon, je moet daar doorheen kijken, man. Ik bedoel, uiteindelijk, ja, jij was een van de eerste gasten die naar mij keek, volgens mij zelfs. Ja, ik keek echt al toen jij de 10.000 subs had, toen deed je een korte Q&A. Klopt, ja, maar toen was ik nog, toen was ik anders, man. Toen was het kattenkwaad, weet je wat ik deed. Ja, maar hoe kwam je in godsnaam op het idee om eerst fijns te gaan maken? Ja, zo ben ik begonnen. Kijk, als ik heel eerlijk ben, nu komt iets wat ik echt nog nooit ergens heb verteld. Oké. Wat ik echt wou, was muziek, altijd al. Ja. Ik begon voordat ik, kijk, dit is iets wat heel weinig mensen weten. Maar ik en Kwai Fijns, ja, heette eerst Armo Baby en Kwai Baby. Echt heel weinig mensen weten dit. Toen hadden wij 10.000 volgers op Insta en toen gingen we, ja, wat was het, zingen of zoiets. Maar dat was heel random, heel dom, zeg maar. Ja. Toen was ik daarmee gekapt, toen begon Kwai Fijns met Fijns. Was hij gekapt, begon ik, als het ontploft. Op een gegeven moment, ik vond die Fijns niet meer lauw. Ik dacht, ja, weet je, mensen hebben ook geen zin meer in die Fijns, zoals mensen nu een beetje hebben met pranks. Ik dacht, ik ga wat anders doen. Ik sloeg Fijns af, ik ging pranken. Wat gebeurt er nu? Mensen vinden pranks niet meer lauw. Ik denk, oké, ik sla pranks af, ik ga muziek maken. Ja. Dus zo blijf ik steeds switchen. Volgende keer word ik acteur, weet je, ja. Gewoon meegaan met vernieuwingen zo. Je moet vernieuwen, man, bro. Ja. Je moet je kijkers vergeven wat ze willen zien. En er zitten echt gasten tussen die mij al checken sinds dat ik Fijns maak. Ik ben benieuwd hoe je huis eruit ziet dan eigenlijk. Ja, dat mag je zo meteen gaan zien. Mag je mijn playbutton zien. Lijf, man. Ja, man. Zo, we zitten nu even in de crib van Armo. Ja, man, welkom, man. Kijk, dat is mijn playbutton daar zo. Ga je zien. Weet je wat we pakken? Ja, is goed. Ja, nou, hier hangt hij dan. 100.000 abonnees. Armo Was Right. Is wel iets waar ik heel trots op ben, natuurlijk. Nog echt, ik heb het al heel snel gehaald. Ik heb het voor 2016. Voordat 2016 begon, had ik al mijn playbutton. Je bent echt heel hard gegaan. Van 10k naar 100k ben je echt in no time volgens mij gestegen. Ja, in een, wat is het, 4 maanden of zo. Die, zeg maar. Tot die 10 tot die 30 duurde veel langer, van 30 tot 100, zeg maar. Ja. Dus dat ik een kleine publiek bij elkaar raakte, weet je, dat was het. En toen ging het bam! Ja, eenmaal als je een beetje een groot publiek hebt opgebouwd, gaat het heel snel. Ja, ja. En nu, binnenkort er 5 ton erbij hangen, hoop ik. En een gouden plaat nog van Louis Vuitton. Heb je de gouden plaat gekregen? Ja, die gaat wel komen, ja. Hij zit nu op 1 miljoen vandaag. En dat stijgt als een gemalle. Dus dat denk ik binnen een 2-3 maanden is er daar een gouden plaat bij. Er komt natuurlijk nog wat aan, dus daardoor gaan mensen weer naartoe. Dat is wel heel vet, man. Dat is echt bijzonder, hè? Ja, zeker, man. Even voor de kijkers, gewoon het hele rap gedoe. Hoe?
Hoe? Hoe ben je erop gekomen? Je zei net al van, rappen is mijn ding en ja, dat wilde ik eigenlijk altijd al doen. Zal ik het uitleggen? Kijk, ik, Kwai, Joey en ik denk misschien ook zelfs al Snap. Wij zijn YouTubers met, hoe moet ik dat uitzeggen, de uitstraling en misschien ook wel woordkeus van rappers, zeg maar. De manier hoe wij praten, de manier hoe wij onszelf profileren. Waar we net zo goed rappers kunnen zijn. Ja, ja. Dat heb ik bedoeld. Er zijn weinig YouTubers zoals ons, misschien dan supergaande nog. Het zijn wel wat anders dan ons. Ja, ja. Misschien kan je hun met ons, zeg maar, in dezelfde rij zetten. Die, zeg maar, zoals ons praten, weet je. We zijn echt straattaal en dat soort dingen. Dat zie je heel weinig terug in YouTube-community, zeg maar, zoals het eerst was. Ik denk dat dat het ook is, man. Dat ik dacht van, dit kan ik gewoon doen. En dit kan ik flikken. En ik deed het gewoon. En hoe komen we dan in godsnaam bij Mokka Drums? Hebben die dan naar jou? Ja, nee. Kijk, ik heb een muziekmanager. Shout out naar Robert. En hij heeft die beat naar mij gestuurd. Ja. En ze doen eens mijn manager erachteraan gaan. En hebben we er gewoon wat tos van gemaakt, man. Oké. Ik kan even kijken. Dus hier op deze laptop gebeurt het allemaal, man. Maar je wilt dus ook nog pranks blijven uploaden, ondanks dat je een rapcarrière gaat voortzetten. Ja, maar dat doe ik eigenlijk nu op mijn tweede kanaal ook heel veel. Armor Does This. Ja, maar ik doe het ook wel op mijn eerste kanaal, alleen ik ben een beetje voorzichtig, man. Ja. Ik zeg, ik ben een beetje, ik wil het wel, maar ook weer niet. Muziek is toch ook wel een reden om het misschien een beetje los te laten. Ja, omdat, ja, het is wel ineens extreem populair. Je eerste song, je bent harder dan Boef gegaan of dan wie dan ook die nu populair is. Ik heb wel de duimpjes uitgezet, maar goed, dat heb ik gewoon gedaan. Maar je zou denken, hè, je hebt zoveel haat gehad omdat je pranks deed. Ja. Met Exposed dat je ook af en toe neppen deed. Ja, dat klopt. Maar kijk, dit is dan wel echt. En dan krijg je heel veel haat. En snap je dat dan op zich nog wel, omdat er haters van het verleden bij zitten? Ja, ik snap het wel, maar ik denk dat het ook... Ik denk dat het eigenlijk ook wel een beetje onzinnig is dat ze het gaan haten, man. Heel eerlijk gezegd. Maar en sommigen zeiden zelfs van, ja, het is een harde beat, maar ik gun het ze gewoon niet. Ja, dat is het. Ze gunnen het gewoon niet. En eerlijk gezegd, ik kan dat ook ergens wel begrijpen, want we hebben ook heel veel shit geflikt die niet goed is. En gewoon dingen gedaan die niet door de beugel kunnen. Heel veel dingen die ook heel zwaar uit de context zijn gehaald, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Is het nooit vermoeiend om altijd met iets bezig te zijn? Je moet altijd gaan dingen uitleggen van nee. Ik moet mezelf constant verdedigen, snap je? Mensen proberen constant wat ik moet te ontkrachten of te verkrachten. Hoe moet ik dat zeggen? Ja. Zullen we even hier zitten? Want ik krijg gewoon een lamme arm van die camera omhoog houden. Die haat, hoe ga je daarmee om? Want we hebben echt een punt gehad dat... Je negeert het gewoon? Ik negeer het gewoon. Ja. Ik heb niks met ze te maken, man. En is het niet moeilijk dat je ook soms op straat nageroepen wordt? Of dat iemand achter je aangaat? Dat gebeurt niet echt meer. Zeg maar, mensen gaan niet achter me aan. Nu, ik ben ook altijd wel met mannen op straat, zeg maar, nooit alleen. Maar qua hoe ik omga met de haat, ik laat het gewoon langs me heen waaien, man. Doe me niks. Oké, ja, dat is knap. Ja. Dat is voor heel veel mensen heel moeilijk. Ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Kijk, toen YouTube mij exposed had, toen had ik... Iets van 50 video's misschien. Of na 50 is wel heel veel. 30. Ja. Van die 30 video's had ik zeker 44 video's dat ik echt door winkelcentrums rende. Dat ik echt dingen kapot maakte. Alleen maar echte dingen deed. Ja. Misschien 6 of minder pranks daarvan waren fake. Ik ben toen exposed aan Westwijd, maak fake pranks. Die video heeft bijna 1 miljoen views gehad. Ja. Ik kreeg tonnen haat en dat raakte me echt heel diep in mijn hart. Ik had echt pijn in mijn hart. Zeg maar. Ja. Ik dacht van shit, man. Ik dacht van, had ik het maar niet gedaan. Maar het is wel, ik vind het wel oprecht van je dat je het gedeeltelijk ook gesnapt hebt dat mensen je gehaat hebben. Ja, ik snap het nog steeds. Maar aan de andere kant snap ik het ook weer niet. Maar ik kan je nu garanderen dat elke prank van elke YouTuber, ook heel veel YouTubers die niet zijn exposed, gewoon fake zijn. Gewoon nep. Maar ja. Ze zijn niet gepakt, dus dat is het niet erg. En jij was gewoon de lul in dit geval, dus... Ja, klopt. Of zal ik eerst even, mag ik een soort mini-tour van je huis doen? Ja, tuurlijk, man. Okay. Ja, nou, het is wel allemaal interessant, hoor. Nou, hier zit ik gewoon altijd te chillen, ben ik met vrienden, gaan we lachen, spelen en noem het allemaal op. Dit is de keuken. Nou, dit is de koelkast. Ik weet niet wat er allemaal in ligt, maar laten we gokken dat er wat lekkers in zit. Nou, pannenkoeken. En hier ligt geheid brood in. Ja, hier heb je cake. Voor de cake-liefhebbers. Enjoy. En voor de rest, ja, ik kan je zo meteen ook wel even mijn kamer laten zien als je wil. Is goed. Dat die opgeruimd is. Maar is goed. Nou ja, zover de keuken dan. De kamer is niet opgeruimd, helaas pinnenkaas dan. Dan moet je hem deze staat zien. Ik probeer nog wat op te ruimen, maar goed. Nou, dit is waar Jackie heeft geslapen. Mijn kamer is nog in een soort verbouwing, dus hij is nog niet helemaal netjes. Maar ja, dit is lamellen, want het was eerst gordijn. Ja. Dit heeft Kwai Fijns gedaan. Bedankt voor het blauwverven van mijn muur nog steeds. Maar was dat een prank? Ja, dat was een prank. Maar ja, dat was eigenlijk wel tof. Dat dolfijnenmuur noemde hij het. Maar ja, bedankt. Plan om uit huis te gaan of vind je het prima hier zo? Ja, ik vind het nog wel even goed. Maar wie weet wat de toekomst brengt. Het kan echt binnen één dag dat ik daar heel anders over denk. Maar nu vind ik het allemaal nog wel goed, man. Wat ben je allemaal aan het doen, man? Gek.
Ja. Allemaal nep. Voor je nieuwe track, ja, ja jongens. Oh, dat zei Armer net toen hij me ophaalde van het station. Hij gaat een stukje laten horen van zijn nieuwe album, wou ik zeggen. Ja, album track is nog wel een beetje te ver gezocht. Is de beat. Daar is die hoor. Nou, dat wil ik nog niet laten horen. Het spijt me heel ernstig. Dat is een refrein. Kijk, ik stop het als een stekker. Kijk, ik stop het als een stekker. Laat me laden. Hey Jackie. Laat me laden. Ik stop het als een stekker. Laat me laden. Oké, nu ga ik een klein stukje laten van het begin. Hey. Aan als een stekker. Zie je me uitgaan. Dan is het tijdens een tijdje aan de top. Dat kunnen ze niet. Ze lieten me alleen. Nu willen ze erbij staan. Oké, de rest mag je nog niet horen, man. Maar geloof me, we zijn echt dik bezig, man. Laten we even kijken, hoe laat is het nu? 3:30. Als Spotify nu bijgewerkt is, staat nu op 1 miljoen. Kijk. Louis Vuitton, hè, dat liedje, staat al bijna op 1 miljoen. Maar je heet Armo. Ja. En ik zat dus te denken, waarom heet je eigenlijk Armo? Want je echte naam is Robin. Ja. Maar toen, leuke Nederlandse naam ook nog. Toevallig zat ik op een website waar straatnamen stonden. Omdat ik heb een video gemaakt met mijn moeder. Nu ben ik heel benieuwd of hij het wel goed gaat zeggen. Want als je het niet goed zegt, dan heb je het goed fout. Maar doe je ding. Oké. Ik zat dus met mijn moeder een video te maken. Een straattaalchallenge. Mijn moeder ging straattaalnamen raden. Ja, dat en, was wel leuk. Die ik zelf ook kende. Maar ik zat te denken van, ja, ik wilde geen een vergeten. Dus ik ging naar zo'n website. Ja. En toen stond er Armo tussen. Oké. Bij de A in het woordenboek van straattaal. En er stonden twee dingen. Armeen, wat jij bent. Klopt, nou neem je dat goed. En dolfijn. Oké. Nee, nou echt, omdat echt? Er stond echt dolfijn, ik maak geen grapje. Oh, dan was dat zeg maar gewoon, ze dachten misschien dat betekent of zo. Maar ik vind het wel mooi dat je er nu wel zelf om kan lachen. Ja, ik kan er zeker om lachen, man. Ik kan zelfs het geluid nadoen, moet je horen. Nou jongens. Dat was het eigenlijk een beetje voor deze video, denk ik. Want, ja, man, ja, het was gezellig, bro. Ik vond het een leuke dag. Leuk dat jij met mij kwam kijken. Ik hoop ook dat de mensen een beetje een andere indruk van mij gaan hebben door deze video. Ik moet toegeven, jongens, hij is veel oprechter dan ik dacht. Ik ben wel een aardige gast in het echt. Dat in ieder geval wel. Ik moet eigenlijk ook wel een beetje om je lachen, gewoon. Ja, dat is mooi. Ik vind je wel een grappige gozer. Ja, ik ben wel een aardige gast als je me leert kennen, man. Gaan we vragen om duimpjes? Oké, laten we gaan voor 7000 dan. 7000? 7000. Kunnen we dat doen, jongens? 7000 duimpjes omhoog, dat zou wel echt tof zijn. Ja, is goed, man. Okay. Niet eens voor mij. Als je mij niet mag, doe het dan niet voor mij. Doe het dan voor hem. Hij is helemaal naar Almere gekomen om met mij te interviewen eigenlijk. Dus doe het dan voor deze gast. Hij doet zijn best voor jullie echt. Hij heeft echt voorbereidingen, allemaal vragen op dat blok. Allemaal dingen die ik allemaal niet doe. Dus doe even een blauw duimpje omhoog voor het jongens. Ik ben benieuwd ook wat jullie van deze video vonden. Het was waarschijnlijk heel onverwachts inderdaad. Laat het hier beneden weten. Jullie mening telt natuurlijk ook. En ben ik ook gewoon benieuwd naar. Leuk dat jullie hebben gekeken. Je kan natuurlijk abonneren. Bla bla bla. Allemaal standaard YouTube bullshit, weet je wel. En dan zeg ik altijd, tot de volgende video. Er komt zo weer politie en dan heb ik weer... Kijk, daar weer een boete van. Robin! Hey! What the fuck? Hij doet me normaal! Ik kan niet! What the fuck? Hey! Hij wil beneden. Hey! Ga naar beneden. Oké, kom dan. Ga naar beneden.